Dit jaar bestaat het bosbeleid van minister Joke Schouwvliegen 10 jaar. Bosbehoudorganisatie BosPlus maakte hierover een bosspel. Het doel van het spel is om jongeren het beleid beter te leren kennen. En om jongeren meer buiten te leren spelen. Het spel bestaat uit 15 vragen over Schouwvliegens beleid. Deze hangen verspreid over een zelfgekozen speelterrein. Om te winnen is het de bedoeling de vragen snel te beantwoorden. Maar ook het juist beantwoorden levert een voordeel op. Het spel duurt gemiddeld 2 uur. Je kan het spelen vanaf 12 jaar. En er kunnen 2 tot 45 personen aan deelnemen. Zowel met jeugdorganisaties als met het gezin kan je het dus spelen. Ben je al overtuigd? Wel, op de site van BosPlus kan je het kant-en-klare speelpakket vinden. Eerst alles afdrukken en je kan aan de slag. Vergeet na het spel geen selfie te posten met de hashtag BosPlusBosBehoud.